was alleen op kantoor met de directeur. En dat is niet zo gek, want ik ben wel vaker alleen geweest met mannelijke collega's. Hij kwam een keertje tegenover mij zitten en we hadden een gesprek over werk. Op een gegeven moment kwam hij naast mij staan, waarbij hij met zijn linkerhand over mijn wang streelde. Terwijl hij over mijn wang streelde, zei hij: "Wat ben je lief." En toen voelde ik nog niks. Ik kon niks denken op dat moment. En toen hij door mijn haar voelde, zei hij: "Het lijkt mij zo fijn om je aan te raken." Toen was ik in shock. Ik hoorde mijn muziek niet meer. En ik was versteend. Ik kon niet meer reageren. Ik voelde niets meer op dat moment. En onderging wat hij deed. Toen pakte hij een plukje van mijn haar en begon met zijn hand naar beneden te glijden naar mijn borsten. Hij zei: "Dat mag ik toch wel, jou aanraken?" En dat was het moment dat ik dacht: dit wil ik niet. En omdat ik voelde dat hij wel verder ging, heb ik zijn hand weggeduwd en met een piepstem gezegd: "Doe maar niet." Om die zin uit te spreken op dat moment, dat vergde zoveel moed. Het was zwaar en ik realiseerde me niet wat mij overkwam. Op dat moment wist ik niet dat het ging om seksuele intimidatie. Het valt me op dat seksuele intimidatie en seksueel misbruik vaak voorkomt in de Hindoestaanse gemeenschap. Maar er wordt hier niet openlijk over gesproken. Vrouwenorganisaties en hindoe-organisaties doen nog te weinig met klachten die zij binnenkrijgen. Sterker nog, men wil de vuile was niet buiten hangen. Waarom zwijgt de Hindoestaanse gemeenschap? En waarom wordt er zo weinig actie ondernomen? Ik praat met psycholoog Ashwin Malahi en met voorzitter van Youth for Help, Kirti Matabedal. Nou, er is een hele scheve verhouding tussen man en vrouw aan zich binnen de Hindoestaanse gemeenschap. Ook al zijn er heel veel mensen die zeggen dat dat niet zo is. En daar zijn heel wat issues die als taboe worden beschouwd. Bijvoorbeeld seksuele intimidatie of aanranding of verkrachting, zeg maar. Daar spreekt men liever niet over, want het ligt allemaal heel erg gevoelig. Nou, mijn onderzoek ging zeg maar over de invloed van eercultuur op gedrag, emoties en conflicthantering. Bij Hindoestanen is er sprake van eercultuur. Tenminste, dat is uit mijn onderzoek is dat gebleken. Dat mensen heel veel waarde hechten aan vrouwelijke eer, familie-eer en dergelijke kwesties. Zodra de eer wordt geschonden van Hindoestanen, nou, dan is dat gewoon vrij moeilijk om daarmee om te gaan. De reputatie wordt aangetast, er wordt als het ware wordt er met schaamte of met woede wordt er omgegaan. Bij Hindoestanen is dus schaamte is een belangrijke emotie dat vrijkomt. Ik denk omdat we in een soort van schaamtecultuur leven. Dus als er zoiets gebeurt binnen de gemeenschap, dan krijgt men dus een slechte naam. Hè? Het is iets wat niet positief is. En men moet een partij trekken. En daar is men sowieso altijd op tegen, want we moeten de gemoederen rustig houden. En we trekken geen partijen of we kiezen niet iemands kant. Want dan moet je ook je mening geven. En ik heb gemerkt dat heel erg lastig is. Seksuele intimidatie is binnen de Hindoestaanse gemeenschap is dan natuurlijk een groot probleem. Omdat het gaat ook gepaard met de reputatieverlies. En Hindoestanen die vinden het belangrijk om hun reputatie hoog te houden. En zodra het wordt aangekaart dat er sprake is van seksuele intimidatie of misbruik, dan brengt dat heel veel gevoelens van schuld en schaamte met zich mee. En dat kan ervoor zorgen dat Hindoestanen in kwestie, om hun reputatie niet te verliezen, de situatie vermijden. Voor Hindoestanen is status heel belangrijk, want de reputatie, de wijze waarop je overkomt op andere mensen, is van groot belang. Ik heb in de krant gelezen dat bij een Hindoestaanse omroep een directeur, een medewerker, een jong meisje seksueel geïntimideerd zou hebben. En ik vind dat een hele kwalijke zaak, want het is niet gauw dat dit soort issues zeg maar naar boven komen, maar het is al helemaal van plan dat er Hindoestaanse vrouwenorganisaties of andere Hindoestaanse organisaties of mensen die daarbij betrokken zijn simpelweg weigeren om er iets over te zeggen. En dat is los van het feit dat ze daar een mening over hebben of het nou wel of niet is gebeurd. Maar seksuele intimidatie
is niet zomaar iets. Het is iets heel heftigs. En juist als vrouwenorganisatie moet je daarover uitspreken. En juist binnen een Hindoestaanse gemeenschap, waar er al heel weinig over wordt gesproken, waarbij dit taboe is eigenlijk, is het aan zulke organisaties om dit in de open te brengen en daarover te praten. En dat is gewoon belangrijk, niet alleen voor het slachtoffer, maar ook voor de eventuele perpetrator, zeg maar, degene die dat gedaan heeft. Het is echt belangrijk om het gewoon aan te kaarten. Weet je, het is gebeurd en als slachtoffer is het van groot belang om openbaar te maken, degene die het heeft gedaan, om die daarop aan te spreken. De mensen die hem ondersteunen, ook die om aan te spreken. Want eigenlijk is het een hele netwerk dat als het ware in stand wordt gehouden. Het specifiek aanspreken van die mensen, dat is van groot belang. Daarnaast natuurlijk, ja, ook voor de slachtoffer zelf is het ook van groot belang om dat aan te kaarten. Want anders wordt het vergeten of wordt het vermeden. En ja, dat wil ze niet. Want op een gegeven moment, voor de slachtoffer zelf, dan brengt dat gewoon heel veel problematiek met zich mee. Er moet eigenlijk op adequaat moet daarop worden gereageerd. En vanuit de gemeenschap moet dat gebeuren, maar ook vanuit de slachtoffer. Ik was heel erg boos toen ik dit in de krant las. En ik zag het ook voorbij komen op social media. Maar heel weinig eigenlijk op social media. En dat vond ik nog erger. Omdat ik juist verwacht had dat dit toch wel wat teweeg zou brengen in onze gemeenschap. En toen ik zag dat dat dus niet gebeurde, heb ik er zelf ook wat over geplaatst op mijn eigen Facebookpagina. Waarbij, ja, er kwamen wel wat reacties, maar niet zo heel erg veel als ik had verwacht. En het verbaasde me naast dat ik boos was. Want ik denk, hoe kan het nou dat zoiets wat er gebeurt, dat in een nationale krant staat, dat dat binnen onze gemeenschap totaal niet aan de orde komt of niet wordt besproken. Of dat iedereen toch het gaat twijfelen aan het statement van het meisje. Van nou, ze zal vast wel iets gedaan hebben of zij zal wel iets hebben gedaan of het hebben uitgelokt dat dit zover heeft moeten komen. Of we moeten eerst even afwachten wat het onderzoek zegt. Terwijl als er andere dingen gebeuren binnen de gemeenschap, zoals iemand gaat de politiek in of iemand heeft een lintje van de koningin gehad, dan zien we het overal en zijn we met z'n allen ontzettend trots. Maar wanneer er iets negatiefs gebeurt, dan willen we het zo gauw mogelijk vergeten. En dat heeft me wel geraakt, omdat ik dat niet... Ik vind dat niet oprecht ook. En ja, best wel jammer ook. Je moet de slachtoffer in kwestie moet je horen daarover. Het brengt heel veel commotie met zich mee. Ik denk dat de gemeenschap het moeilijk vindt om daarmee om te gaan. Het is makkelijker om dan de blootstelling van die situatie om dat te vermijden. En misschien vinden de gemeenschap vinden dan gemakkelijker om toch maar te denken van ja, oké, er is niks aan de hand. Er is vast niks gebeurd. Ik vind het heel erg bewonderenswaardig dat het meisje aan de bel heeft getrokken en gezegd van tot hier en niet verder. Want dat geeft aan, er zit best wel iets tussen, hè, voordat zij eigenlijk de beslissing neemt om überhaupt hiermee naar voren te komen. Het is niet zomaar iets. Ik bedoel, het gaat iets om wat op haar werk is gebeurd. Ze heeft collega's, ze heeft familie. Het is een taboe onderwerp. Ze moet heel veel ondergaan. En naar wat ik heb gelezen, heeft ze ook heel erg veel meegemaakt voordat ze überhaupt aan de bel durfde te trekken of kon trekken. Dus ik vind dat het laat zien dat zij heel veel moed heeft getoond. En dat het een signaal is voor de gemeenschap van het is niet allemaal zo blij en leuk. En we doen het niet allemaal zo geweldig als dat we soort van willen laten zien naar de buitenwereld. Er zijn ook problemen die we met z'n allen als gemeenschap moeten oplossen. En dat zij dan niet de steun krijgt van mensen die dus een bepaalde positie hebben of een stem hieraan kunnen geven, dat vind ik eigenlijk onrespectvol tegenover haar. Omdat ze is een jong meisje. Ze heeft nog een heel leven voor zich. En als je daarom niet serieus met haar noodkreet eigenlijk omgaat, dan vraag ik me af of je wel op de juiste positie
staat in de maatschappij. Of dat je wel überhaupt zo'n organisatie voor vrouwen moet hebben. Want dan dien je eigenlijk niet het doel waarvoor je gekozen bent. Het is belangrijk om niet te zwijgen. Het is belangrijk om te luisteren. Het is belangrijk om actie te ondernemen. Dat is wat ik heb geleerd uit mijn gesprekken met Ashwin en Kirti. Ik hoop met dit filmpje in ieder geval de discussie op gang te brengen in de Hindoe gemeenschap.